Deze samenvatting wordt mogelijk gemaakt door AGO Financieel en Fiscaal Advies, Roosendaal Sport on Wheels, de scooterspeciaalzaak van Nederland, VDB Recreatie Avontuurlijk Ontspannen, de businessclub van DVS 33 Ermelo en de Club van 100. Bert, vanmiddag gaan we de samenvatting voorbeschouwen. En dat doen we omdat eigenlijk 9 van de 10 mensen altijd al die uitslag weet van deze wedstrijd. Wat voor wedstrijd gaan we zo meteen zien? Even lastig te zeggen. Een derby weet je sowieso nooit welke kant het op gaat. Nu ook met omstandigheden buiten die nu natuurlijk ook een rol gaan spelen, zoals het vorige week ook ging. Maar uiteindelijk moet het wel zo zijn dat, hoe het ook went of keert, dat wij als winnaar van het veld lopen. Ben je met een goed resultaat of de uitvoering? Wat is belangrijker vandaag? Nou, kijk, uiteindelijk natuurlijk eerst het resultaat. Maar dat willen we altijd graag doen met goed verzorgd voetbal. Zoals ik al zei, de omstandigheden zijn dusdanig dat dat nog wel eens heel lastig kan worden. Nou ja, dan moet je zorgen dat je daar voetballend rekening mee houdt. En het is ook zo dat we het publiek natuurlijk wat willen bieden. Dus daar gaan we wel voor. Waar denk je voor pijn te kunnen doen? Nou, dat zal hem voornamelijk komen te liggen in onze handelingssnelheid. Het tempo wat we aan de bal kunnen hanteren. Als we daar de defensie van VVG een stuk mee kunnen spelen, zou dat mooi zijn. Misschien ook vanuit de omschakeling dat we nog het een en ander kunnen doen. Dus genoeg mogelijkheden vandaag. Je sprak over jagen naar boven toe. Leeft die derby nu wel meer vandaag, zoals je hem nu vandaag aanvangt? Of is het gewoon een wedstrijd? Nee, het is flauw om te zeggen dat het een normale wedstrijd binnen... Het is een wedstrijd binnen de competitie natuurlijk met derbygevoelens. Alleen dat moet je niet te veel meenemen in je hoofd. Omdat uiteindelijk gaat het nog steeds om die 3 punten. En willen we de jacht op Noordwijk natuurlijk blijven volharden. Nou, en dan moet je ook in de derby het verschil kunnen maken. Natuurlijk voel je wel aan dat er wat andere sentimenten zijn. Maar eenmaal in een wedstrijd moet je bezig zijn met de opdrachten zoals we die van tevoren hebben afgesproken. En die moet je uitvoeren. Met wie ga je dat doen? Dezelfde mensen als vorige week? Ja, dat is juist. Dus never change the winning team, hè. Het was 26 mei 2018 dat DVS 33 Ermelo thuis de laatste keer speelde tegen VVOG. Destijds hadden we een overwinning nodig om de nacompetitie te spelen. Nu, maanden later, zijn we alweer flink en bezig in het nieuwe seizoen. En treden de ploegen weer tegen elkaar. DVS heeft afgetrapt. Ja, Thomas Vossenbelt afgelopen week in het nieuws door een prachtig hoogtepuntje eigenlijk. Ja, het is zelfs een piep zo momentje geworden. Nou, het was bijzonder hoe die bal in zijn eigen goal wist te krijgen. De wedstrijd inmiddels in de 14e minuut. Dat zag Paul Epping goed. Mike Harens. Oktay Ozturk. Oliver Pilon. Weggestuurd, daar gaat hij hoor. Oliver Pilon, Barry Powell niet bereikt. Kijk, 1 keer erachter leggen en kijk eens hoeveel ruimte die heeft. Er moet iets in tempootje omhoog, met Soufiane Moro misschien nu. Soufiane Moro gaat schieten op de vuisten van keeper Pollout. De aanval loopt nog door, nee, gaat nu de bal over de zijlijn. Ja, het is meestal dit moment wat er bal wordt ingespeeld en dan de vervolgactie. Het is ook lastig. Dan gaat de diepte. Is bij Barry Powell. Kijk eens, hij heeft die bal nog. Oeh, mooi schot van Oktay Ozturk. En nu moet je zorgen dat je weer snel die bal verovert. Kijk eens, Koen Vloedgraven. Hey, overtreding voordeel gegeven nu door scheidsrechter Thijs. Koen Vloedgraven. Dat is een goede, goed snel die tweede bal weer gewonnen. En weer de bal in bezit, de DVS. Je merkt ook nu dat DVS meer grip op deze wedstrijd gaat krijgen. Dat moet natuurlijk toch nog omgezet worden in doelpunten. Maar dat zou eventueel nu kunnen. Nee, ja. Ja. Kijk eens. Oliver Pilon. Barry Powell. Naast de goal van Pollout via een verdediger. Hè? Ja, Lex de cameraman moest even anticiperen. Dus het was spannend. Maar hij zoomt gauw uit. Vossenbelt met Soufiane Moro. Goede bal op Mike Arends. Mike Arends daar. Ja, die gaat daar.
de 1-0 niet maken. Wat een grote kans daar voor Mike Arends. Goed blijven kijken, Frank van den Burg. Maar ook een prachtige bal van achteruit hoor. Van, ik weet niet of het Jan-Jurien Hop of Tim Muller was. Tim Muller dacht ik. En die gaat nu ook weer mee naar voren. Gevaarlijk moment weer voor de goal bij Paul Epping. Het is nu Sofia Moro die druk gaat zetten. Nee, net niet. Net niet. Maar zo is het spelletje ook. Mike Arends had geraakt. Bij Henny het Hoffie een beetje. Was die ook. Veel trammelant hier nu in één keer. Was wel duidelijk een overtreding van achter. Ja. En dat verdient zeker een kaart. Het is Mike Arends die al hier staat. De hoop trammeland. Ik heb hem even teruggekeken in de herhaling en hij is zeker van achter. Het is geen benenbreker gelukkig, maar het zorgt wel voor het meeste tumult nu. Ja, wat voor eerste helft hebben we gezien, maar het een beetje een wedstrijd. Ja. En DVS heeft er moeite mee om, om die laatste bal te geven. Ik denk dat 0-0 wel terecht is. Ja, zeker weten. Daar fluit de scheidsrechter voor het eerst, of het laatst deze eerste helft. Benieuwd wat er in de rust gezegd is door beide trainers. Ja. Ik vind dat VVG het best goed heeft staan hoor. Dus ja. Ik ben benieuwd wat er gebeurt als er een goal valt aan beide kanten. Was net goed doorzetten van Oktay. En dan valt hij ook een keer gelukkig de goede kant op. Frank van den Burg sterk. Goed gevoetbald. Berry niet bereikt. Zonde. Zonde hoor. Veel ruimte. Dit is zonde. Mike Arends. Laat de prissa. Frank van den Burg, Konvloedgraven niet. Oktay Osturk. Joran van Zanten. Berry Powell. Nou, Pilon. Pilon. Nee. Oliver Pilon, nee. Maar hier, goed. Kijk eens, heel veel ruimte. Zijkant gegeven. Konvloedgraven. Oktay Osturk met de voorzet. Laag over de grond. Metertje over de goal. Subtiel geraakt. Eerste kans van de tweede helft voor Oliver Pilon. Vrije trap was er nog. Waar is die bal? Die is bij Roald de Vries. Roald de Vries lost het voetballend op. Wordt er gewoon aan de kant gezet. Die bal zit bij jou hoor. Daar valt de 1-0. En dat is een dikke fout van Roald de Vries. VVOG hier op een 0-1 voorsprong. Flikken ze het gewoon weer en dat doen ze heel goed en slim. Nou, die wedstrijd is open. Wel aan de kant van VVOG. Ik zei het in het begin van de wedstrijd, André. Ik hou er niet van als DVS achter staat. Op een of andere manier is dat altijd heel lastig gebleken. Dat is een goede bal. Daniel van Warven. Hensbal, hensbal, scheidsrechter, hensbal, scheidsrechter, en nu! Scheidsrechter, dat is een hensbal. Scheidsrechter. Ja, dit was wel een hensbal hoor. Je zou kunnen zeggen, had hem langs zijn lichaam, maar er zat wel ruimte tussen zijn hand en het lichaam. Ja. Wat gaan we nou, gaan Gele we nou kaart. Veel geven? Oké, accepteren. Nog steeds staat Noordwijk op een 1-0 achterstand. Dus ja, als je wint, dan kom je gewoon op 3 punten, André. Ja. Dat, maar hij is winnen hier. Jee! Oh. Oh. Goed geschoten hoor. Ja. Pollout ook goede redding. Vuistje achter de bal. Thomas Vossenbelt verlaat het veld. En Joshua Tijdens komt daarin. Helaas Thomas Vossenbelt. Vrij trap, Sofia Moro. Ja! Yeah! Yeah! Lekker Sofia Moro! Hoppa! Wat een raket!
Stand hier 1-1. Oh. Wat een raket! Publiek nu wakker, maar ons nu 5-5 weer. Dat is lekker. Roald de Vries. DVS kan weer gaan bouwen aan de volgende aanval. Koen Vloedgraven. Oh, dat is een goede bal op Van Hutsen. Van Hutsen. Lapje. En daar is Pilon nog. Zonde hoor. Met een beetje meer gevoel in die teentjes. Hij moest beslissen wat hij ging doen. Nou, keeper stond niet goed hoor. Daar gelooft Pilon in. Daar gelooft hij in. En wie gaat daar vallen? Dat is geen buitenspel. Krijgt geen buitenspel. Dan gaat die goal. Oeh, daar komt DVS goed weg. Dit is de kans voor VVOG. Je ziet ook alles wat groen is heel erg. Die creëert hij helemaal zelf hoor, die Kersten. Je moet daarheen. Nou, nu nog een keer. Ja, nog een keer alles. Basiel gewoon naar de as. Komt die bal nog een keer? Nee. Durf je dat aan, hè? Oh, ja, en daar fluiten scheidsrechters voor de laatste keer deze wedstrijd. De punten worden gedeeld in deze derby. 1-1 allemaal, een punt voor de moeite. En bij deze best wel spannende derby, maar niet echt hoogstaand niveau. Nee. Na deze matige derby, mag ik wel zeggen misschien, gaan we de wedstrijd analyseren met beide trainers. Hennie in het Hof, trainer VVG, Bert, trainer DVS. Met wat voor gevoel sta je hier, Hennie? Nou, weet je, het eerste jouw kwalificatie om te zeggen dat het een matige derby is, dat relateer je waarschijnlijk aan een aantal verwachtingen die je hebt. Maar we hebben wel hier twee trainers staan die proberen hun huiswerk te doen en die wel te maken hebben met een tegenstander. Dus wij hebben dingen gedaan waardoor wij het hebben proberen lastig te maken, waardoor het ook lastig werd. Welke dingen heb je gedaan? En zij hebben ook dingen gedaan waardoor wij het lastig kregen. En wat wij hebben geprobeerd te doen, is we hadden een tactisch plan vooraf dat we wat wilden met Mike als valse linksbuiten op het middenveld erbij zien te krijgen, zodat je eigenlijk in je opbouw achter Oost-Turk een extra man zou krijgen. Waardoor we hoopten dat Caifano wat meer vrij zou komen bij Joran. En we wilden met Jeffrey eigenlijk kijken of we konden creëren dat onze rechter middenvelder wat meer naar de zijkant zou komen, Vos. En dat Jeffrey dan wat meer naar binnen kon komen. En we wilden wat met Perry gaan doen om te kijken of hij aan de binnenkant van Roald binnen zou kunnen komen. En dan moet je durven voetballen. Nou, dat hebben we geprobeerd en bij fase is het goed gegaan en bij fase is het minder goed gegaan. Maar dat heeft te maken met de tegenstander. En die staan tweede. Dus die hebben een hele goede ploeg. Die hebben hun beste dingen laten zien. Misschien niet wat Bert altijd ziet. Maar ik vind het altijd zo heel lastig als je hoort van een hele matige derby. En is het net alsof de twee ploegen er niks aan hebben willen doen of niks hebben kunnen doen. Ben jij er tevreden over? Of ben jij dat mee eens dat het van het plan van Hennie? Nou, met Hennie's plan moet ik het eens zijn, want het was zijn plan. Als je het hebt over het was de matige derby, het heeft te maken met verwachtingspatroon. We waren overal op het veld 1-op-1 momenten. Hè? Het stond gewoon overal 1-op-1. En dan gaat het erom wie is op dat moment het sterkst in die duels. Wie heeft op dat moment de bal. En die kan op dat moment vanuit de omschakeling het meeste doen. We wisten dat Vocht natuurlijk wel wat meer in zou zakken. Nou, dan moet je de oplossingen maar bedenken. Ik moet eerlijk zeggen dat de eerste twee beste mogelijkheden waren voor Vocht. Daarna hebben wij natuurlijk een paar afstandsschoten waarvan er minimaal 1 in moet. Maar natuurlijk was het niet hoogstaand, maar ik geef het je te doen, ook weer op dit veld, droog, hobbelend, veel wind. Arbitrage die de meest vreemde beslissingen nam voor beide kanten hoor. Heel vreemd, heel rommelig. Ja, dat is kwalitatief was het geen topduel in de eerste helft. Maar weet je, welke derby is dat wel? Ben je tevreden met de uitslag? Ik denk dat ik tevreden ben met de uitslag, ja. Ik had wel bij fase het idee van, oh, misschien zit er wel meer in. En dan had ik het vooral de ploeg heel goed gegund, omdat ze dat hebben gewerkt. Ik denk dat zij op een gegeven moment na de 1-1 een fase hebben gehad dat zij ook heel gevaarlijk werden. Daar had het ook anders om kunnen gaan. Dus al met al denk ik dat we tevreden mogen zijn met 1-1. Alleen, we hadden gehoopt op meer, ook gezien de ranglijst. En ik weet zeker dat Bert waarschijnlijk hetzelfde zal gaan zeggen. Bert, volgende week naar Lisse, dan moet het daar weer gebeuren.
Nou, eerst even over de wedstrijd van vandaag. Het is heel simpel. De tweede helft druk je VVG naar achter. En dan weet je dat, net als in het uitduel, kan het gebeuren dat ze in de counter nog wat kunnen doen. Maar de manier waarop wij de 1-1 tegen, of de 1-0 tegenkrijgen, dat is natuurlijk wel niet wat je wil. Dat is natuurlijk op een belachelijke manier de bal verliezen. Op dat moment staan ze goed voor de goal en komen zij in de zetel. En dan is het nog knap van onze groep dat de mentale zo goed in elkaar zit dat we nog meer gas gaan geven. En dan word je beloond met een wereldgoal. Maar we hadden uit die vele aanvallen hadden natuurlijk veel meer moeten halen. En de verdienste van VVG dat ze de goal dicht hebben kunnen houden. Maar het is voor ons zijn twee verloren punten, zo simpel is het. Want we zijn op jacht naar de titel. Zeker ook dat Noordwijk heeft verloren. Maar als je wil winnen moet je meer brengen. En dat hebben we vandaag onvoldoende gedaan. Tevreden met een punt dus? Ja, we hebben hetzelfde gevoel, denk ik. Beetje katerig, omdat we hadden al bij, denk ik, gehoopt dat we meer hadden kunnen hebben. Maar ik moet wel zeggen, en vergis je niet, ik heb hier dan zelf een tijdje geweest, dus ik weet wel hoe het zit. Maar vergis je niet, als je tweede wil komen te staan in deze competitie, dan doe je echt heel veel goede dingen. En ik was misschien net aanvallend op je, maar ik bedoel ermee, er wordt hier een heel jaar lang ben je met elkaar aan het werken. Dus Bert is een heel jaar lang met die selectie aan het werken. En die staan tweede. En die zijn een puntje dichterbij gekomen bij Noordwijk. En er zitten niet zoveel koekenbakkers in deze competitie. Het is altijd lastig. En je weet dat je als ploeg wil groeien. Nou, we hebben elkaar voor de wedstrijd nog even gesproken. En dan zeg je van nou, hoe de ploeg veranderd is sinds dat Bert hier is gekomen. Nou, dat vind ik bizar goed. En ik gun DVS het allerbeste dat ze gaan winnen. Alleen vandaag had ik eigenlijk niet willen winnen. Maar goed. Volgende week spelen jullie tegen? Thuis hebben we nu twee hele belangrijke thuiswedstrijden tegen de Dijk en SJC. En dan hoop je dat we hetzelfde kunnen brengen als vandaag. En dan een keertje misschien gelukkiger zijn dat we een overwinning pakken. En dan wordt het wat rustiger. Ja. Heel veel succes daarbij. Bert, wil jij nog wat kwijt? Nou, nee, ik ben al twee punten kwijt. Dus ja. Ik vind het voldoende voor vandaag. Deze samenvatting wordt mogelijk gemaakt door AGO Financieel en Fiscaal Advies. Roosendaal Sport on Wheels, de scooterspeciaalzak van Nederland. VDB Recreatie Avontuurlijk Ontspannen. De businessclub van DVS 33 Ermelo. En de Club van 100.